Halfwegjaar 1800 vond een kleine technische revolutie plaats in de schilderkunst. Iemand kwam op het idee om olieverf in kubus van het schroefdop te steken. Daardoor bewaarde de olieverf veel langer en droogde de amper uit. Het was de start van een heel nieuw hoofdstuk in de schilderkunst. Het schilderen in de openlucht, en kleiner. Gewapend met de nieuwe verfkubus, een draagbaar schildersezel, hun palet en hun penselen, trokken de schilders de vrije natuur in. Ik zal u niet vertellen, dat ik in huis van de zee speelde de inspiratie in de visserij. De prachtige platbodem op het strand, de visser met zijn vrouw en kinderen in de typische kledij, maar ook de badkarren en het hele strandgebeuren waren een bron van inspiratie. In het oude knokken waren dan weer veel schilders gekoord door de pittoreske dorpskerk, het oude kerkje met de molen ernaast. Of door de vuurtoren aan zee, of de wit gekalkte huisjes in het oude Wieken. Die schilderijen leren ons dus heel veel over hoe knokken handschrift in uitzag, maar ook over het dagelijks leven van schilder Jan Verhaf bijvoorbeeld, die schildert ezels op het strand. Zo'n ritje op de rug van een ezel was een van de favoriete bezigheden van de kinderen van de bourgeoisie, die de zomer doorbrachten aan de kust. Maar die ezels brachten ook de eerste toeristen naar dat verre knokken. Zijn schilderijen van een vissersmeisje enerzijds en een rijke jonge dame op een golfbreker anderzijds illustreren dan weer de klasseverschillen van die tijd. Eind 1800 verbleven zoveel kunstenaars hier in ons gebied dat ze een eigen kunstenaarscollectief oprichtten, de Knokse Schilderskolonie. Ze verbleven vaak in het Hotel Boudewijn in de huidige Lippenslaan. Op de gevel staat er trouwens nog steeds 60 artiesten. We mogen geruststellen dat de kunstenaars samen met het badtoerisme drijvende krachten zijn geweest achter de ontwikkeling van vijf en knokken tot de huidige populaire badplaats.